Nou, wat ik begrepen heb aan de bonden, de onderwijsbonden, de grote en ook al die kleine die we kennen, die hebben mij brieven geschreven dat ze solidair zijn, wat op zich een schandaal is op zich. Je moet je voorstellen dat de scholen weer twee dagen gaan missen en het derde kwartaal is begonnen. En ik denk dat mensen dus niet met die verantwoordelijkheid kunnen omgaan, denk ik. Er is geen conflict. En je kan je voorstellen dat weer de prijs wordt betaald door onze leerlingen. Dus dit veroordeel ik, als ik mezelf in kaart zet als minister van Onderwijs, dat we weer dus dagen gaan missen. Dat betekent achterstanden die dus alleen maar groter weer worden. En de prijs betalen onze leerlingen. En ik vind, ik kan begrip ervoor, maar als je kijkt naar de aard en de reden om te staken, denk ik, dat heeft te maken met een heel andere zaak. En ik denk dat het heel onverantwoordelijk is van deze bonden om weer het onderwijs duur te laten houden. We hebben brieven gehad waarin een of ander verhaal staat van dat ze solidair zijn met de zaak rond de verhoging van de energietarieven. En dat een doorwerking heeft op het gedrag en motivatie van de leerkrachten. En ze zouden massaal wegtrekken. Ook het woord massaal is zeer ongepast. Ze weten niet eens, want ze moeten met mij dan overleggen over die cijfers. Wanneer je als bond in een brief zegt dat massaal wegtrekken, de cijfers die wij hebben, wijzen helemaal niet uit massaal. Dus men verzint een heleboel zaken om een bepaald gedrag dus goed te keuren. Maar dat is wat ik weet op dit ogenblik. En tot slot, minister Ory, hebben ze aangegeven hoe ze de achterstand gaan inhalen? Nee, dat interesseert ze niet gewoon. Hè. Dat vind ik dus, als ik het over verantwoordelijkheid nemen in dit geval. En ik denk dat we dus waarschijnlijk een situatie krijgen dat na deze week weer dit soort vraagstukken zullen oppakken. Maar nogmaals, het is betreurenswaardig vanuit het perspectief als minister vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat we weer te maken met een, ik noem het een wilde staking. En in feite, bij de rechter zouden ze bakzeil halen. Maar het is vermoeiend elke keer de rechterlijke macht lastig te vallen met dit soort zaken. Maar in feite is het gewoon een ordinaire wilde staking.